Wil jij bij een betrouwbare website goedkoop aan je coins kunnen komen? Check dan www.futstore.nl en gebruik bij het uitchecken de code HARDDAY10 voor 10% korting op je coins. Welkom mensen bij een tutorial die voor career mode gasten geweldig zal zijn. Dit is een manier om in je FIFA 14 career mode, als je een nieuwe start, alle free agents gelijk te hebben. Dit betekent het Portugese supertalent Bruma, Chile jonge centerbacks zoals Dragovic. Er zat andere spelers die op het moment free agents zijn, die kun je dan gewoon kopen. Wat je doet, en dat is een belangrijke eerste stap, maak een speler aan voor career mode, een customized speler, dus niet een hele pro, maar gewoon een customized speler. Hij moet 42 jaar oud zijn en zijn team moet free agents zijn. Dat is belangrijk. 42 jaar oud, free agents, verander niks aan zijn stats, gewoon helemaal niks. Zie je mij ook niet doen, moet je ook niet doen, gewoon zo laat. Het enige wat je moet doen is maak hem 42 jaar oud en maak zijn team free agents. Zorg wel dat je dit opslaat, want dat is wel belangrijk. De speler moet er natuurlijk in zitten. En wat je dan gaat doen, is je gaat een nieuwe career mode opstarten. Je ziet hier naar mij, ik ga een nieuwe career starten. Manager career. En je kiest gewoon een team, maakt niet uit. Maar deze truc zorgt ervoor dat jij spelers als Bruma, de goede Dragovic, dat soort dingen, dat je dat soort spelers kunt gaan halen. Ik neem hem voor de lol Arsenal, weet je. Ik ga het ding niet uitbehouden. Je doet download latest, dat is als je dat wilt. Je kunt ook de standaard teams gebruiken, maar ik ga ervan uit dat je de laatste updates wil gebruiken. En dan wat je zo meteen gaat doen is, je gaat gewoon door, boeit even niet je naam. Maar je zult zien dat je letterlijk iedereen kan kopen. Dus Bruno Alves, Barogios, ik heb geen idee wat dat is, maar dat is ook een speler. En echt letterlijk iedereen die je kan bedenken, ik weet niet... Ik kan me niet herinneren dat Dirk Kuyt tussen zat, dus voor de echte diehard Feyenoord fan of Utrecht fan. Ik kan het je niet garanderen. Want ik zag hem zo snel niet. Maar iedereen die aan het begin van FIFA 14 Career Mode bij een club zit die niet in FIFA zit. Of die gewoon echt een free agent is. Die zit er dan zometeen tussen. Ik zal je ook de lijst laten zien. Dan weet je gelijk wie er allemaal free agents zijn. Er zitten ook echt een paar kakspelers tussen. Dus maak je geen zorgen. Maar er zitten ook echt een paar spelers bij waar je denkt, die moet ik hebben. Ik zal het je nu laten zien. Je gaat nu naar transfer status. Doe je free agents. Je vindt 150 resultaten. Je ziet eigenlijk zijn er te veel. Maar goed, je gaat naar onder. Je ziet bijvoorbeeld Mark Janko, de ex-Twente spits, die meedeed in het kampioensjaar. En allerlei spelers die ik misschien niet ken. Kijk, wel deze dude schijnt best wel decent te zijn. Paraguayaanse spits. Ik heb god geen idee hoe die dude heette. Ik kan me herinneren dat hij bij Dortmund speelde, geloof ik. Maar goed, je ziet hier allerlei spelers die je kan kopen voor niks. Het enige wat je hoeft te doen, is je betaalt hun loon. En dit is een heel erg handige manier om, zeker als je een klein team neemt, dat je gewoon alles letterlijk naar links kan gooien, zodat je heel veel lonen hebt. Dan kan je bij budget aanpassen, dat kan je altijd doen in career mode. En dan kun je gewoon heel veel gratis spelers kopen. Want je zult zien dat de beste paar decent spelers komen. Voor Jermaine Lens, geweldige winger om te hebben, zeker bij een wat lager team. Heel veel pace, Jermaine Jones ook, decent CDM nog, kan nog even mee. En zo kun je gewoon nog even doorgaan. Er zijn zoveel opties die je kan doen. De helft van de spelers ken ik ook niet hoor, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Er zit ook heel veel onbekenden tussen. Bijvoorbeeld Hugo Almeida. Niet de beste, niet de jongste. Maar als je snel spits nodig hebt, ja, het is een beer van een vent. Met een keihard schot. Dus als iets is voor jou, bijvoorbeeld Gökhan Gönül. Dat is de rechtsback van Fenerbahçe, geloof ik. Als je een fan van Fener, zeg alsjeblieft dat ik gelijk heb. Maar goed, je kan zo doorgaan. En er komen echt wel zat goede spelers aan. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Ik zal het nog even voor je herhalen. Als je deze truc wilt doen, je maakt eerst een nieuwe speler aan. In Customize, dan kan je gewoon Create Player doen. Deze speler moet 42 jaar oud zijn. Zijn team moet free agent zijn. En niks aan zijn stats doen. Helemaal niks. Dan start je een nieuwe career mode op. Maakt niet uit welke squad update je hebt. Ik doe altijd de latest. En daarna ga je naar career mode. Je zoekt naar transfer status. Free agents. Verder hoeft niks. Je kan natuurlijk een bepaalde positie zoeken. Maar je doet gewoon free agents. En dan vind je elke free agent in de game. Zoals hier zit bijvoorbeeld Bruno Alves. Bruma, het supertalent uit Portugal. Brad Holman, de ex-AZ-speler die ook een tijdje bij Aston Villa heeft gespeeld. En zo zijn er nog een paar. Als jij dit een nuttige video vond, dan kun je me dat laten weten via een blauw duimpje omhoog. Je kunt me ook volgen op Twitter als je iets vragen hebt. Je kunt me ook volgen voor vragen over de coinsponsor. Er is een link altijd naar in de beschrijving. En ik zou zeggen, die dude moet je trouwens kopen. Potoek, geweldige speler. Even kort tussendoor, geweldige CM, heel veel potentieel. Ik zou zeggen, geniet van de video. Dat heb je blijkbaar gedaan. Verwacht ik, als je van career mode houdt. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Je kunt me volgen op Instagram, als je dat wil. En dan zie ik jullie later weer. Tot ziens.